Dames en heren, lieve mensen, er zijn mensen die van jongs af aan voelen en in de loop der jaren steeds helderder weten wat ze met hun leven moeten. Dat ze een eigen weg hebben te gaan, iets als radar in hen zet ze op die weg en houdt ze op die weg. Soms kunnen ze op latere leeftijd vrij trefzeker aangeven wat in hun jeugd vooruit wees naar de taak die zij later te vervullen kregen. Pieter Jelle Troelstra, hij leefde van 1860 tot 1930, medeoprichter en leider van de sociaal-democratische beweging in Nederland, schrijft in zijn gedenkschriften dat hij als jongen zijn liberale vader eens tijdens een ruzie toebeet: ik moet. Het is mijn roeping. En als oudere man herkende hij zichzelf ten volle in dat incident en in die hartekreet. Wat riep hem? Het socialisme. De ervaring van dom onrecht en onnodige armoede. En de idee van een heel anders geordende samenleving. Daartoe bij te dragen door de arbeiderspolitiek te organiseren en een toekomstperspectief te geven, dat was zijn roeping, dat moest hij. Ik was 18. Ik wou priester worden. Ik moest en zou. Ik begon eraan in de eerbiedwaardige orde der Jezuïeten. Je leerde mediteren, nadenken over God en deze wereld en jezelf daarin. Je leerde bidden, overgaven. Je ziel ter beschikking stellen van deze wereld, komen wat komt. Ik bad me de blaren. En vaak, steeds vaker, overviel me al biddend het God bestaat niet gevoel. Maar dan ging de bel en na 7 minuten nog eens. Einde van de meditatie, dan moesten we naar de kloosterlijke ziekenvleugel, oude mannen verschonen met zachte handen. Dat deed er toe en dan verdween mijn God bestaat niet gevoel. Ik zou vanmiddag, ik moet, het is mijn roeping, de vraag willen stellen of wij niet maatschappijbreed, dus niet alleen in kerkelijke kringen, een diepgaande bezinning nodig hebben op het geloof in God, wat dat is. Wat dat teweeg brengt, hoe politiek relevant dat is, nu vele van huis uit christenen en vooraanstaande theologen naar eigen zeggen tot persoonlijke bevrijding afrekenen met geloof in God en hemel en hiernamaals en daarvan in verschillende media stellig getuigenis afleggen.
goddelijk is in onze taal het woord bij uitstek wat mensen het hoogste, het belangrijkste, het beste noemen. En tegelijk is God een leeg en vluchtig woord, een mompeling en een beeldloos woord sinds de overgeleverde primitieve beelden, man met baard op troon, hun tijd hebben gehad. Wij willen voor het hoogst denkbare een vol en omvattend woord dat beelden oproept. Liefde is zo'n woord. Ik denk het enige dat in aanmerking komt. Het roept intimiteit en ruimte op. Het is een woord voor verlangen en voor inzet, engagement, trouw, solidariteit. Het woord liefde komt in al zijn betekenissen het dichtst bij de naam van de Bijbelse God, die, zo vertelt de Bijbel in het boek van de uittocht, uitroept wie hij is, hoe hij is, erbarmend, genadig, langmoedig en trouw tot in het duizendste geslacht. Zoals in een psalm staat geschreven: uw vriendschap reikt tot in de hemel, uw trouw tot aan het firmament. Wie God? Ik ben de God die jullie heeft uitgeleid uit het diensthuis van Egypte, het slavernijsysteem van de nog altijd heersende wereldorde. Zo luidt mijn actualiserende vertaling van dat tweede vers van hoofdstuk 19 uit het boek van de uittocht. Ik die jullie heeft uitgeleid. Die bevrijder die alleen wordt in de Bijbel God genoemd. Als de God van de Bijbel bestaat, en volgens het godsbewijs van Anselmus van Canterbury uit de 11e eeuw, kan hij niet bestaan. Deus est quo maius nihil cogitari potest, groter dan het welk niets gedacht kan worden. Het grootste dat gedacht kan worden, moet ook echt bestaan. Anders is het niet het grootste, toch? Iets wat alleen maar als gedachte bestaat en niet als werkelijkheid, kan niet het grootste zijn, want dan ontbreekt daaraan het werkelijke bestaan. Het is me ooit door een ijzeren logica-professor in het Bergmanianum uitgelegd. Ik vond het een hartverwarmende redenering. Als de Bijbel, als de God van de Bijbel bestaat, maar wat is bestaan? Wat de dingen doen, de stoel naast de tafel, wat bloemen doen en sterren, de vogels van de hemel, de vissen van de zee, wat wij mensen doen,
is er nog meer, intenser, subtieler bestaan denkbaar? God bestaat niet zoals een taart bestaat, zegt iemand. Je kunt geloven in een God die niet bestaat, zegt een ander. God is zo groot dat hij niet hoeft te bestaan, roept een derde. Verwarrend woordspel, eeuwenoud. Zijn er bestaanswijzen die wij niet kunnen denken? Is er bestaan boven gevoel en verbeelding en denkkracht uit? Ik denk het. De Bijbel poneert God. Daar staat hij in de tekst. En hij spreekt zonder enige discussie over de vraag of hij bestaat, bestaan kan, ooit niet bestond of bedacht is en door wie en waarom. Een fictiegod. Heb jij ooit God ervaren? Schrijf het op. Gods ervaring toen en toen. Zoals Pascal gedaan heeft. Je kinderen werden geboren. Je was erbij. Je zag ze aan het licht komen. Onstuitbaar. Was die geboorte de aanleiding, de bemiddeling, zegt Edward Schillebeeks, tot de ervaring van God? Je bent aan een ongeluk ontkomen, net niet levend verslonden. Je leeft nog. En je wil opnieuw leven. Ervaar je God als je redder, zoals dat in psalmen gezongen wordt? Ervaren wij wat wij zingen? Bestaat de God over wie het Bijbelse verhaal vertelt, dat hij afdaalt om te bevrijden? Dat hij liefde bewaart tot het duizendste geslacht, tegen alle ontrouw in. Het is een niet te geloven verhaal, dat Bijbelse. Wie bedenkt zoiets? Waar komt dat verhaal vandaan? Bestaat God echt? Niet alleen als beeldspraak binnen het verhaal, maar zo echt als wij hier bestaan. Geen enkel ooit gegeven antwoord blijkt bewijsbaar. Er is geen enkel wetenschappelijk of redelijk antwoord te vinden in de hele wereldliteratuur niet. Er is gewaagde fantasie, stoutmoedige verbeelding, extatische ervaring, aangeboren of aangekweekt, ritueel gekoesterd, zingend beleden. Maar we weten niets van een bevrijder God buiten het verhaal om. Maar dat verhaal over die God heeft in mensen het verlangen en de hoop gewekt dat zijn beeldspraak over een nieuwe wereld, een hemel, een bevrijder in vervulling zal gaan. Dat zijn verbeeldingskracht, hoe dan ook, de God van de Bijbel bij benadering recht doet.
Dat verhaal blijkt zo sterk en activerend dat het soms in mensen de kracht opwekt om die onbewezen, neergeschreven God gehoor te geven en zich te laten sturen naar mensen in nood. Gewone mensen, van dag tot dag levend, maar het kwade proberen te overwinnen door het goede. En die geen kwaad met kwaad vergelden. Die door het Bijbelse verhaal geïnspireerd worden om te proberen voor elkaar zo goed als God te zijn. God is dood. God is ieder ogenblik nieuw, zei de theoloog Edward Schillebeeks. God is ieder ogenblik nieuwe liefde. Jij, mijn herder, niets zou mij ontbreken. Breng mij naar bloeiende weiden. Doe mij liggen aan vlietend water, dat mijn ziel op adem komt, dat ik de rechte sporen weer kan gaan achter jou aan. Jij, mijn herder, niets zal mij ontbreken. Hoe lees je de Bijbel? Als een boek uit de hemel, door God zelf gedicteerd, zoals verteld wordt in het grote uittochtverhaal, dat God, ik zal, zijn 10 woorden en zijn Tora dicteerde aan Mozes, hoog boven op de berg Sinai. Zo wordt de Bijbel nog gelezen, in talloze prachtige grote, in sfeervolle intieme kleine kerken. De Bijbel is Gods woord, heilige schrift, van kaft tot kaft geopenbaarde waarheid. De Bijbel wordt ook anders gelezen, even eerbiedig, met evenveel besef dat het een eerbiedwaardig, uniek, fascinerend boek is, maar niet als een boek uit de hemel van boven. De theoloog Harry Kuitert heeft die andere manier van lezen kort en bondig samengevat in de woorden: alles spreken over boven komt van beneden. Alles wat geschreven staat over God en zijn koninkrijk zou door mensen gedacht zijn, bedacht, in beelden en tafereelen beschreven, gewikt en gewogen, gedachtdroomd, in vlagen fantasie, in stormen verlangen en dan opgeschreven op de wijze van de literatuur, nu eens in grote lijnen, dan weer tot in detail. Het is verhaal, mythe, verbeelding, fictie. Of, met een populaire vakterm, God is de projectie van mijn verlangen naar een eeuwig antwoord, een zeker weten. Alles wat over boven geschreven staat, gepreekt en gezongen wordt, komt van beneden, zegt Harry Kuitert. Hij werd erom gehoond.
Alles wordt hier beneden door mensen gehoopt en gevreesd. Hemelfictie, hellefictie. God de projectie van mijn verlangen? Ja, zei de beroemde psychiater Piet Kuiper, omdat hij mij zo gemaakt heeft. Of met de woorden van de oud-journalist, dichter Gerard van den Bomen, nadat God ons had bedacht, hebben wij dankbaar God bedacht. Wat betekent dit? Als God in de Bijbel tot Mozes spreekt, haat niet je broeder in je hart, wees niet wraakzuchtig, doe liefde je naaste, die is zoals jij, je gelijke. Dan is dat dus in mensenharten en hersens opgekomen. In die tekst vertolkt God boven het geweten dat in mensen ontwaakt is en steeds opnieuw ontwaakt. Is een vreemdeling, gastknecht in jouw land, verneder hem niet. Als een die in jullie midden geboren is, zal de vreemdeling zijn. Jij zult hem liefde doen, die is zoals jij, je gelijke. Dus, en dat ligt in de woorden van Kuitert besloten, wat beneden, hier op deze aarde, in deze chaotische wereld, in onze wankelende harten en hersenen, groeit aan inzicht in menselijke verhoudingen, aan redelijke tolerantie, gerechtigheid en ontferming. Dat wordt door boven, door God in den Hoge beaamd en tot zijn woord gemaakt. Ofwel, wij beneden maken God boven tot woordvoerder van ons eigen inzicht en verstand, hart en geweten. In dat grote, unieke, van beneden Bijbelse verhaal, enig in de wereldliteratuur, staat God geschreven als de stem van ons geweten. Zo hebben mensen ooit God gedacht, benoemd, mensen zoals wij. Wij weten niets van God. Wie, wat, nooit gezien. Niemand heeft ooit God gezien, zegt het boek van boven, dat hier beneden tussen ons in geboren is. En een schepping in 7 dagen, dat is een lied. Oerpoëzie. En die uittocht uit het slavenhuis van Egypte, dat is een groot, fantastisch, mythisch verhaal, waarin wij ons onuitroeibaar verlangen naar bevrijding, verheffing, opstanding, menswording uitbeelden. De Bijbelfictie
over God. Maar betekent dat dan dat God fictie is, dat hij niet bestaat? In een interview zei Connie Palme: wij weten niet, de waarheid is onbekend. We weten niet waarom Wim Brands en Joost Zwagerman zelfmoord pleegden. We weten het niet. In die grote leegte van het niet weten begint de literatuur. Ofwel, in de grote leegte van het niets weten over God hier beneden begint de Bijbel en schrijft over een God hoog boven. In het Bijbelse verhaal wordt God als een persoon gedacht, een ik, die zich jegens mensen gedraagt. Hoe? Herkenbaar menselijk. Nu eens als een zorgende moeder, dan weer als een strenge vader, maar niet altijd even vriendelijk. In nogal wat Bijbelpassages wordt God beschreven als niet zo'n aardige vader. Eerder als een driftkop, veel eisend en zelfs als een God der wraken. Maar ook is in de Bijbel te lezen hoe profetische dichters hebben gezocht naar beelden voor God waaruit alles wat zweemt naar dwang en bedreiging, geweld en vernedering is weggezuiverd. Er is een spoor van beelden en benamingen van een God boven God, die puur licht is, die ruimte schept, ruimte is, die vrijlaat, die mensen aanbeveelt aan elkaar, die niets voor zichzelf vraagt, geen aanbidding en geen geloof, maar alles voor weduwe, wees en vreemdeling. Die van Psalm 23. Jij mijn herder, die die mijn voeten wast, ze zalft met balsem, niets zal mij ontbreken. Die is God boven God. Die hoogst denkbare is geen driftkop, geen despoot, geen God der wraken die er een hel op nahoudt, maar de niet aflatende stem in mensen: doe liefde. De ontdekking, of liever de bewering en de overtuiging op grond van vele literaire analyses en archeologische onderzoekingen en vondsten, dat de Bijbel een verhaal is van beneden, door mensen bedacht, schitterende fictie, maar wel fictie, dat is voor vele christenen, protestant en katholiek, een aardschok geweest. Een herseninfarct, een hartstilstand, hun levensbesef, hun hele leven veranderde en voor velen verblikte heel hun bestaan hier beneden. Een van hen, een van die velen,
was de zeer geleerde, zeer Rooms-Katholiek gelovige historica Helene Noltenius. Ik had in 1990 een gesprek met haar, waaruit ik citeer. Ze zei: het uiteindelijk niet meer kunnen geloven aan God en een eeuwigheid is een permanent verdriet, zoals je een kind dat gestorven is altijd mist. Ik vroeg: geeft het geen schuldgevoel? Zij antwoordde: nee, helemaal niet. Misschien schuldgevoelens dat je zo resoluut het grote godsgeschenk van je verstand opzij zette en tegen beter weten in alles accepteerde. Waarom? Omdat het zo ontzettend mooi was. Het enig echte mooie. Het eeuwig gekoesterde, traditionele verhaal over God, hemel, hiernamaals. En de verhalen over Jezus in vier of meer evangeliën. Het enig echte mooie. De ontdekking dat de Bijbel een boek van beneden is, door generaties mensen bedacht, heeft mij niet van God afgebracht. Ik heb geleerd van Joodse leermeesters met name de talloze, nog altijd gangbare interpretaties van dat grote verhaal, de Bijbel, te wantrouwen. En vervolgens hun aanspraak op leergezag en laatste waarheid te verwerpen. Ik doel op alle theologische tradities sinds het Concilie van Nicea in 325 en alle kerkelijke leer die tot op vandaag in het credo van Nicea gegrondvest is. In die ingenieuze tekst met zijn politiek geladen Jezus-definitie: God van God, licht van licht, ware God van ware God, geboren niet gemaakt, één in wezen met de Vader. Ik denk dat er veel van het christelijk geloof wordt afgevallen, omdat het grote Bijbelse verhaal in dit soort dogmatische one-liners wordt samengevat en omdat met name de Rooms-Katholieke Kerk aan haar dogma's een discriminerende moraal verbindt. Ik zou die vele van huis uit christenen en de vooraanstaande theologen die afrekenen met hun geloof in God, hemel, hiernamaals, willen vragen hoe zij omgaan met het oerverlangen der mensheid naar eeuwigheid, met de onuitroeibare hoop op eindelijk gerechtigheid, vertroosting, vervulling. Is dat kinderlijke fantasie, begoocheling, vluchtmechanisme? Zijn dat nu eenmaal producten van ons brein,
Ik verwijs nogmaals naar de psychiater Piet Kuiper, die met woorden van Augustinus meende dat God ons naar zich toe geschapen heeft. Onrustig is ons hart totdat het rust in u. Of met andere woorden, die ons brein, ons hart zo heeft geprogrammeerd dat het hoopt op een God van liefde. De God van Psalm 23. Zou hoop niet een beter woord zijn dan geloof? Ik hoop dat God bestaat, de God die Jezus zijn vader noemde. Hopen is open houden. Ik denk, ik zou willen, dat het tijdperk van dogmatische one-liners voorbij gaat, voorbij is. En dat er een traditie zal ontstaan van verhalende midrash. In het Jodendom, dat van alle stromingen van christendom de springbron is, heeft zich al eeuwen voor onze gangbare jaartelling een traditie ontwikkeld van verhalen in de marge van het boek Bijbel, actualiserende uitleg van de Torah vanuit een mondelinge overlevering die, dachten de rabbijnen, terugging tot Mozes zelf. Er zijn veel mensen, denk ik, die in verhalen de hoop op een God van liefde koesteren, als een beleving van grote schoonheid, die de Jezusverhalen koesteren als hoop en vertroosting. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou, schreef Titus Brandsma in zijn Scheveningse gevangenis in 1942. Mensen die de rampen van hun leven overleven dankzij deze verhalen, waarin God even onbewijsbaar bestaat als in de God gegeven fictie van de Bijbel. Ik mag nog even door. Een nieuwe traditie van verhalende midrash in plaats van al die dogmatische one-liners. Wat denk je? Vroeg ik aan mijn leermeester Yehuda Ashkenazi. Begin er maar aan, was zijn antwoord. Heb ik gedaan. Ik schreef het verhaal Een lege troon. Daarin is God zelf aan het woord, zoals af en toe in de Bijbel. Heb ik ooit engelen geschapen? Nooit. Niet één. Ik heb ook geen mensen geschapen. Mensen hebben engelen bedacht. En mij. Maar anders dan ik ben. 14 miljard jaar geleden klapte ik zo zacht ik kon in mijn handen en sprak: komen wat komt. Dat wordt de oerknal genoemd. Daarna verzonk ik in een diepe slaap. Ik vermoedde
dat er veel gebeuren zou terwijl ik sliep. Alles onvoorstelbaar, maar wel echt. Uit niets werd iets dat weer niets werd, maar niet helemaal. Zo is ons universum ontstaan. Snel en overvloedig groeide het, in hitte van 10 miljard graden Celsius. Alles over ons universum heb ik van mensen geleerd. Ik weet dat ik het nooit begrijpen zal. Droomloos slapen was mijn grootst geluk. Maar soms drong de werkelijkheid in dromen tot mij door. Toen het allerkleinste wezen ontstond dat zichzelf kon vermenigvuldigen, het DNA-molecuul. Onheugelijke tijd later komt in een winternacht een recht opgestrekte naar mij toe, een laaiende vlam in zijn hand. Hij beweegt zijn lippen en diep uit zijn keel slaat hij klanken uit. Ik verbeeld mij, ben jij God te verstaan? Ik heb nadien nooit meer geslapen. Was de recht opgestrekte de eerste mens? Grote bijlen maakte hij uit vuursteen. Vrijwel zeker lijkt dat weer onheugelijke tijden later de Homo sapiens, de wetende, ook wel de moderne mens genoemd, zijn sporen trok over het aardoppervlak. 6000 jaar geleden, nog maar net, kwamen drie lichtluchtige wezens mij bezoeken, gevleugeld. In een taal die ik maar moeilijk verstond, vroegen ze mij een troon te aanvaarden in de zevende hemel. Ik vroeg, hoe zijn jullie geworden wie je bent? Ze zeiden, uit de mond van de Homo sapiens gevlogen en engelen genoemd, wat boodschappers betekent. Wij denken dat wij bedoeld zijn om jou heen, als je in de hoogste der hemelen een troon gaat bestijgen. Waarom zou ik? Om door alle aardebewoners te worden erkend en verheerlijkt als eerste beginsel en zin van hun bestaan, werd er moeizaam bij elkaar gestotterd. Hoe komen ze op die gedachte, vroeg ik. Die is gegroeid in hun brein, in het diepst van hun hoofd, waar ook hun hart klopt en hun pijn en verlangen. Wat is pijn? Vroeg ik. Zij antwoordde, dat weten wij alleen van horen kreunen. Het is dat je een mens op aarde bent. Zou ik die pijn kunnen verzachten? Begon ik nu ook te stotteren. En ik voelde me nietig als een worm. Ik besteeg die troon. En daar zat ik. Vanaf het eerste ogenblik besefte ik dat ik alleen maar moest zitten. En verder niets. Geen verliefde oogopslag, geen strenge blik, geen toornig en geen bemoedigend woord. Niets dan zwijgen zou ik en aanzien. In het jaar 325, volgens de meest gangbare jaartelling op aarde, werden er naast mij aan weerskanten nog een paar tronen neergezet.
eerst voor de Joodse martelaar Jeshu uit Galilea aan mijn rechterzijde, daarna voor Mariam zijn moeder. Lieve mensen, ik had hun levens gezien en vond hen moedig. Van de aarde stegen grote woorden naar mij op en de lichtluchtigen vlogen af en aan om mij ervan te overtuigen dat een groot aantal mensen deze Jeshu bij mij wilde inlijven als het ware. Hij moest voortaan zoon van God worden genoemd en zelfs God van God. Zij, Mariam, werd allang moeder van God, Godbarende genoemd en kreeg een litanie van schitternamen toegezwaaid. Koningin des hemels, maagd der maagden, onbevlekte sterren der zee. Ik had daar mijn gedachten bij en zweeg. Ze willen aanbidden, zei de jongste met zwarte krullen. En dat willen ze samen doen, zingend. Ik begreep de gedachte, het concept, de droom, het verlangen, maar hield mij er buiten. Intussen besprongen kikkers de kusten en kwaakten de nacht aan flarden. Boze heksen veranderden prinsen in zwijnen en meisjes in prikkende rozen. Reuzen kwamen van de bergen en roofden lieflijke kinderen. Alles wat ik denken kon gebeurde, alles wat ik niet denken kon ook. Ik leefde van dag tot dag. Op zekere dag hoorde ik de Wanzee noemen en deed navraag. Een prachtig wijd meer bij Berlijn. Daar zou in een aanzienlijk huis een ontmoeting plaatsvinden van 15 aanzienlijke Germanen, de bloem van de Homo sapiens, de wetende mensheid. Het was 20 januari 1942. Het sneeuwde een beetje. Die nacht verliet ik mijn troon. Mijn aangenomen zoon sliep een diepe slaap. Ook de moeder God sliep haar welverdiende slaap na zoveel vertroostende uitstraling. Ik daalde af en bezocht de aanzienlijke villa. De 15 waren vertrokken, hun glazen cognac nog half vol, drankspetters op de documenten die ze hadden ondertekend. Het was een villa met zuilen en grote lichte kamers. Er stond een brede lange tafel. Hier aan het hoofd had Reinhard Heydrich gezeten en naast hem Adolf Eichmann. Op tafel lag een stapeltje handbeschreven papieren. Ik las een nieuw soort mensentaal. We praten voortaan in sluwe codes. De eindoplossing van het Jodenvraagstuk noem je evacuatie naar het oosten. En je bedoelt vergassing door cyclon B. De opzet was 11 miljoen. Ik begreep dat genocide officieel beleid was geworden. De meeste van de 15, zag ik later op foto's, hadden strakke lippen. Eén had volle lippen en een golfslag in zijn haar. Er waren vaders bij van grote gezinnen. Ik herinnerde mij
de eerste glimpen van de aarde uit de zonnenevel. Ik hoorde kometen inslaan en meteorieten. Ik zag de maan ontstaan, hoorde insecten zoemen, zag mammoeten grazen en dan staat voor mijn ogen de rechtop gestrekte met de vlam en alles daarna. En nu las ik het handgeschreven Wannsee-protocol over de toekomst van de mensheid. Ik maakte me geen illusies. Hier stond de toekomst van de mensheid geschreven. Wanhoop overweldigde mij. Ik wou kunnen huilen, maar kon niet. Dat niet eens. Wat kan ik wel? Toen besloot ik nooit meer op te stijgen naar mijn troon. Tot in de eeuwen der eeuwen zal jouw troon een lege troon zijn, sprak ik tot mijzelf. Sindsdien ben ik spoorloos en niemand zal mij tegenkomen. Ik zwerf door hoerenbuurten, kruip onder bruggen van Calcutta naar stervende toe. Ik vind dode kinderen van 3 jaar in rode hemdjes en blauwe broekjes aangespoeld op alle kusten van de aarde. Ik til ze op en draag ze weg naar schaduwparadijzen, ik alleen weet waar. Misschien ben ik wat mensen nodig hebben om hun lijden te kunnen uithouden en elkaar te dragen. Ik weet het niet. Het zal wel blijken. Maar hoe dan ook, ik zal proberen er te zijn.